Ik ben eigenaar van de DutchCar. Dat is mijn eigen bedrijf. En wat doet het bedrijf? De DutchCar helpt bedrijven met HR en IT vraagstukken. En adviseert en begeleidt hen in processen daaromheen. Dus bijvoorbeeld selectie van een nieuw systeem, implementatie ervan, maar ook allerlei veranderingen in processen op dat raakvlak. En op welke manier heeft je opleiding je voorbereid voor deze, dit bedrijf, ja. deze baan? Um, maar als ik één ding zou moeten noemen, dan is het vooral dat je heel goed leert op een hoog niveau, abstract niveau, te denken. Uh, maar dat ook kunnen vertalen tot de details. En het snel daartussen switchen, uh, dat gebruik ik dag, dagelijks. Dus als dit de grote lijn en visie is, een koers van het bedrijf, maar wat betekent dat dan voor het detail in het systeem? Um. Waarom was dit nou de juiste opleiding voor jou? Nou gek genoeg heb ik ooit op het punt gestaan om geneeskunde te gaan studeren, dus dit is wel een heel andere kant. Uh, ik ben blij dat ik dit gekozen heb. Het heeft mij namelijk geleerd dat business uh, het vakgebied is en bedrijfskunde wat ik leuk vind. Het opzetten van een bedrijf wat ik nu aan het doen ben, uh, daar ligt mijn hart. Dus als ik geneeskunde was gaan doen dan had ik waarschijnlijk mijn eigen dokterspraktijk ergens begonnen. Alleen nu kan ik gelukkig wat sneller doen, omdat ik al lang geleden klaar ben met afstuderen. En als je terugkijkt op de opleiding, wat is je het meest bijgebleven? Wat ik het leukste vond en het meest bij is gebleven, uh, is vooral het teamwork. Uh, Business studies en nu IBA kenmerkt zich door dat je in, team in teams opdrachten doet bij bijvoorbeeld bedrijven. Bedrijven, daadwerkelijke bedrijven. Dus vanaf je eerste jaar ben je bezig om een, een klant te helpen met een vraagstuk dat hij heeft. Uh, en dat sprak me heel erg aan, omdat je dan meteen de theorie aan de praktijk kon relateren. En omdat je als team ook echt verantwoordelijk was om dat te gaan doen. Uh, je mocht zelf je teams kiezen en samenstellen op een gegeven moment. Uh, en dat vond ik gewoon heel erg leuk eraan. Uh, en dat is gerelateerd aan de praktijk, dus dat je daadwerkelijk het bedrijf verder kon helpen... ...ja, dat is me wel het meest bijgebleven. Wat zie je jezelf doen over vijf jaar? Over vijf jaar, dan heb ik een ander bedrijf opgezet, dus dan uh, is de Dutch Guy verder gegaan. Uh, niet in consultie, het liefste zou ik iets doen met meer technische innovatie. Dus ik ben bijvoorbeeld aan het kijken al bij Yes Delft, uh, de universiteit van Delft, hier in de buurt van Den Haag... Om daar wellicht met een aantal mensen samen, techneuten, iets op te gaan zetten. Dus ik zou dan meer de commerciële bedrijfskundige kant van het verhaal doen, met iemand die een product innovatie heeft. Dat lijkt me heel cool.